Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We beginnen met een mooie windsurfer die de woeste golven op de Noordzee aan het trotseren is. Deze foto van Henk Luns laat toch maar weer eens zien dat je bij elk weertype liefhebbers hebt. En deze liefhebber kan morgen weer vol aan de bak. Vrijdag wordt het een slechte dag voor hem, dan gaat de zon schijnen op de stranden. En dat er zoveel wind staat, dat heeft allemaal te maken met de luchtstroming. Vanuit Engeland en de Noordzee kwamen er veel wolken op ons af. En in een onstabiele atmosfeer leverden dat veel buien op. De meeste buien trokken via Zeeland en Zuid-Holland, via het midden naar het oosten en noordoosten van het land. En we zien dat in de loop van de middag de zwaarste buien zich verplaatsten naar het oosten, terwijl het noordwesten op dat moment de meeste zonneschijn had. Wat je niet op deze radarbeelden ziet, is dat er dan boven de Noordzee alweer nieuwe buien naderen. En die trekken vanavond over het land. Ze worden niet meer zo talrijk als vandaag. Enkel buitje dus vanavond, ook nog een paar opklaringen. En halverwege de avond is het 17 graden. De wind neemt een fractie af, maar blijft toch nog stevig met 3 tot 5 bofoor. Komende nacht dezelfde windkracht en ook dan nog een paar buien, ook opklaringen. En minima zo tussen de 10 en de 15 graden. En kijken we dan naar het weerbeeld van morgen, dan zien we dat die stevige wind er nog steeds is. Hij draait van west naar noordwest en wordt aan zee opnieuw windkracht 6. Betekent dus dat het weer ideaal surfweer is. Verder van tijd tot tijd zon, met de meeste zonneschijn in de middag. En dan neemt de buiigheid ook af. De meeste buien verwacht ik namelijk in de ochtenduren. 16 graden tijdens de buien en pas als de zon 's middags lekker doorbreekt, kan het kwik nog hier en daar stijgen naar 18 graden. Dus een vrij koele julidag. Maar zoals al enigszins gezegd, na morgen wordt het geleidelijk beter. Vrijdag is het zo goed als windstil, aan zee nog windkracht 3. En verder zijn er flinke perioden met zon en wordt het zo'n 20 tot 24 graden. Droog ook. En ook zaterdag verwacht ik droog weer. Kwik gaat dan verder omhoog, in het zuiden zelfs tot 28 graden. En opnieuw staat er weinig wind. Zondag blijven de temperaturen ook tussen de 20 en 25 graden uitkomen. Maar dan kunnen er wel weer enkele buien vallen, misschien ook met een klap onweer. En ook voor de langere termijn zien we dat we eigenlijk het weerbeeld van zondag kunnen kopiëren naar de rest van de week. Temperatuur is middags dus vaak rond of iets boven de 20 graden. Op een enkele dag valt er een bui, maar die overheerst zeker niet. En de zon laat zich alle dagen ook geregeld zien. Maar de zaterdag is duidelijk de warmste dag en aanstaande vrijdag de meest zonnige dag. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.